hier de kans voor Neven. Een schitterende redding van Lens. Wat een ongelooflijke reactie van Gilles Lens op die trap van Glenn Neven. Daar was hij dichtbij. Van Imschot op zoek naar oplossingen. Misschien is hij niet ontevreden als Lommel hier een punt pakt. Daar is Cherigioni alleen op doel af. Cherigioni met de kans. Wacht te lang, Alessandro Cherigioni. Daar was dat duo opnieuw. Rocha, Cherigioni. Maar Cherigioni wachtte te lang. Kalmberg. Goed doorgekopt van Rocha voor Cherigioni. Cherigioni, nu met de kans. Cherigioni, nee, hij mist. En nog eens proberen. Nu krijgt hij hem er toch weer niet in, zeker. Ongelooflijke kans voor Alessandro Cherigioni. Die maar niet aan zijn eerste goal van het seizoen komt. Onbegrijpelijk wat hij hier mist. Nooit was hij er zo dichtbij, denk ik. Eerste kans in de tweede helft voor de bezoekers. Cherigioni in de combinatie met Rocha en dan helemaal alleen. Oog in oog met Lens. Die tot 2-3 keer redt. Rangel, nee. Dat wordt een ingooi voor Lommel. Henkens. Klaas, goed gelaten. En dan Paulussen in de handen van Lens. En nu gaat hij er toch in, Rocha. Gilles Lens, die zo belangrijk was voor Roeselaren tot nog toe. Miracle saves verrichten in de wedstrijd. Doet het nu helemaal verkeerd en Rocha profiteert. De 0-1 voor Leonardo Rocha. Zijn 17e van het seizoen. Hart blijft hangen aan de eerste paal daar. Nog eens proberen. Knap gedaan. Rangel. Wow! Schitterend gedaan van Nicolas Rangel.